Iedere booteigenaar krijgt ermee te maken. Het jaarlijks terugkerende bootonderhoud. Een goede verflaag kan het leven van een schip redden, in ieder geval belangrijk verlengen. Behoefte aan rendement en de groeiende vraag naar duurzaamheid zorgen voor een breed gesorteerd aanbod. Arjen den Breien van straalbedrijf AJ den Breien en Zonen BV laat ons zien hoe je een schip optimaal kan beschermen. Roest kan ernstige schade toebrengen aan schepen. En bovendien ziet het er lelijk uit. Een goede coating zorgt voor een mooi uiterlijk en beschermt het staal tegen aantasting van roest. Je hebt verschillende coatingsystemen, verschillende coatings. Dan moet je denken aan coatings voor onderwatertoepassingen, voor ladingtanks en laadruimtes. Voordat je een nieuwe coating kan aanbrengen, moeten eerst de oude coatings worden verwijderd. En dat gebeurt door middel van gritstralen. Het mooie van gritstralen is dat je een schone, droge en ruwe ondergrond overhoudt. Dat biedt een perfecte basis om een nieuw coatingsysteem aan te brengen. Zo'n coatingsysteem moet aan een bepaalde laagdikte voldoen en wordt aangebracht in meerdere lagen. De eerste laag die we dan toepassen is een primerlaag. Dan komt er een midcoat om de laagdikte op te bouwen. En we eindigen met een eindafwerking, polyurethaan aflak. Het voordeel van zo'n aflak is dat het langdurig glansbehoud heeft en het is makkelijk in onderhoud. Een goede coating zorgt voor een goede conservering. Dat is ook weer in het belang van het schip en van de eigenaar van het schip natuurlijk. Zo hebben we in de maritiem sector verschillende verfsoorten. We praten over een chloorrubberverf, een vinylverf, een acrylaatverf, een epoxyverf of een polyurethaanverf. Elke verfsoort heeft natuurlijk zijn specifieke eigenaar. Daarom is het belangrijk voor een schipseigenaar om een afspraak te maken met een professioneel bedrijf.